Regel je straks MDMA bij de psychiater in plaats van bij de dealer? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, dank u wel. Op dit moment zal dat niet zo heel erg makkelijk zijn. Als je nu bij een psychiater aanklopt voor MDMA, dan zal hij je toch een beetje vreemd aankijken. Want als we praten over drugs, dan is er meestal, worden die meestal toch wel geassocieerd met een negatieve connotatie. En we lezen allemaal wel eens de kranten. Iedereen heeft wel eens een verhaal gehoord van iemand in Amsterdam die een paddo gebruikte en uit het raam viel. Of we kennen ook al de verhalen van iemand die MDMA gebruikte en met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis terechtkwam. Of iemand die cannabis heeft gerookt en apathisch in een hoekje gaat zitten. He, allemaal effecten waarvan je zegt, nou ja, zo positief zijn die er eigenlijk ook weer niet. En toch zijn er een aantal mensen, die een aantal ook flink toenemen, die denken dat er ook positieve kwaliteiten te vinden zijn in wat wij doorgaans drugs noemen. En dat is op zichzelf eigenlijk helemaal niet zo'n raar idee. Want als we nadenken over reguliere geneesmiddelen, dan zien we dat ook die positieve kanten hebben en negatieve kanten. Denk bijvoorbeeld aan een antidepressivum. Het is effectief, het kan depressieve symptomen verminderen, maar tegelijkertijd zijn een aantal van die antidepressiva in een heel negatief daglicht komen te staan, omdat ze agressie kunnen oproepen bij patiënten. En als ze nadenken over antipsychotica, ja, dan hebben die zeker positieve kwaliteiten, maar ook daar zien we hele nare motorische bijwerkingen optreden. Dus die twee kanten, die positieve en die negatieve kanten, die horen eigenlijk gewoon bij farmaca. En niet alleen bij drugs, maar ook bij geneesmiddelen. En dat is eigenlijk precies de reden waarom op dit moment farmaceutische industrieën, maar ook maatschappelijke lobbybewegingen, erop aandringen om vooral ook een beetje te kijken naar die positieve kanten van drugs. En wij in Maastricht, ik ben een hoogleraar psychofarmacologie, wij doen onderzoek naar allebei deze kanten van geneesmiddelen en drugs onder gecontroleerde omstandigheden. En ik wil vanavond eigenlijk drie stoffen met jullie even doornemen. En ik wil beginnen met een stof die toch wel, dat mag je best wel zeggen, een revolutie heeft veroorzaakt binnen de psychiatrie. En dat is ketamine. En ketamine is op zichzelf eigenlijk al een wat oudere stof, bestaat al heel erg lang. Wordt ook nog steeds gebruikt in de diergeneeskunde om paarden te verdoven. Het heeft ook een regulier geneesmiddel gebruikt. Het is een pijnstiller in lage doseringen. En ketamine is een stof die inwerkt op een belangrijke neurotransmitter in het brein. En die neurotransmitter is glutamaat. Dat is een van de stoffen in het brein die in grote hoeveelheden aanwezig is en die eigenlijk stimuleert, allerlei hersenfuncties stimuleert. Nou, ketamine is een stof die aangrijpt op receptoren in het brein via welke de glutamaat zich eigenlijk voorbeweegt. En dat zijn de NMDA-receptoren. Wat ketamine nou doet, is zich op die receptor gaan zitten, die blokkeert hem eigenlijk, waardoor de prikkeloverdracht van glutamine eigenlijk stopt. Dus je hebt eigenlijk een rem op je stimulatie. Het inhibeert dus. En dat is ook de reden waarom het bijvoorbeeld werkt om pijnprikkels te onderdrukken en waarom bij een grote hoeveelheid mensen eigenlijk in narcose raken. Nou, dat is natuurlijk niet de reden waarom mensen ketamine gebruiken in het recreatieve circuit. Want dat gebeurt eigenlijk ook. En dat gebeurde al sinds de jaren 60, toen hippies, de hippiebeweging eigenlijk die druk een beetje omarmde, omdat ze gewoon merkten van als je daar een bepaalde dosering van neemt, dan krijg je hallucinaties en die zijn eigenlijk best wel prettig. En dat levert ook meer inzicht op in jezelf en misschien anderen, of misschien zelfs wel de hele wereld. Dus dat zijn eigenlijk effecten die men graag ervoer. Tegelijkertijd weten we ook dat ketamine hele negatieve effecten kan veroorzaken. Het bekendste is misschien wel wat we noemen de K-hole. Dat is een soort van bijna doodervaring die mensen soms krijgen. Het wordt ook wel eens omschreven als een soort van ego-dissolutie, waarbij je ego eigenlijk oplost in het niets. En je niet meer lijkt te bestaan of je wordt opgelost in het universum. Zo wordt het omschreven. En sommige mensen ervaren dat als prettig. Maar er zijn ook mensen die dit helemaal niet fijn vinden en daar paranoïde gedachten door ontwikkelen. En in sommige gevallen is ook bekend dat mensen die ketamine
iedere dag gebruiken in hoge doseringen en dag in, dag uit en jaar in, jaar uit, dat het structurele hersenschade oplevert. Dat er gewoon gaten eigenlijk ontstaan in het brein. Dus het is zeker geen druk die geen schade kan toerichten. Dat is zeker niet het geval. Maar waarom is hij dan toch zo interessant? Hij is interessant omdat is gebleken dat als je depressieve patiënten die niet reageren op reguliere geneesmiddelen, eenmalig een dosering toedient van ketamine, binnen 3 tot 4 uur eigenlijk een sterke afname ziet in die symptomen van depressie. En dat is ongekend. Want dat is geen enkel regulier antidepressief omdat dat voor elkaar krijgt. Normaal gesproken duurt het 4, 6, misschien wel 10 weken voordat een patiënt echt die therapeutische effecten van een antidepressief gaat merken. En hier heb je zo'n rare stof uit het illegale circuit die opeens die hele theorieën overhoop gooit. En waarbij mensen in één keer baat hebben bij een middel. Dat is echt ongekend. En bovendien, het blijft daar niet bij. Want als je een dag later aan die mensen vraagt hoe ze zich voelen, voelen ze zich nog steeds goed. Terwijl ze geen ketamine meer hebben gebruikt. En dat is ook ongekend. Want als u, paroxetine krijgt voorgeschreven of een ander antidepressivum, dan moet u dat iedere dag innemen. Maar hier, je begint met een ketamine, misschien een weekje later nog een dosering, een soort van onderhoudsdosering. Dus dat is echt eigenlijk fantastisch nieuws, vooral ook omdat het patiënten helpt die niet werden geholpen met de bestaande farmaca. Dus je kunt begrijpen dat de farmaceutische industrie hierin natuurlijk erg geïnteresseerd is geraakt. Het probleem is alleen dat ketamine als een oude stof is. Het is niet meer patenteerbaar. En als je het niet kunt patenteren, kun je er ook geen geld aan verdienen. En dat is voor een farmaceutische industrie natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus wat doen ze nu? Ze zoeken eigenlijk naar analoge stoffen die er gewoon heel erg op lijken. En een van die stoffen is S-ketamine. Dat verschilt nauwelijks van ketamine. Dat was al op de markt als een pijnstiller, maar wordt nu in een versneld traject gebracht in overleg met de Food and Drug Administration en de EMA in Europa om het zo snel mogelijk op de markt te krijgen. En ik verwacht ook dat dat dit jaar nog gaat gebeuren. Het is echt een kwestie van enkele maanden dat ketamine eigenlijk, of S-ketamine beschikbaar zal zijn voor iedereen. Dus dat is echt een succesverhaal van een psychedelische stof, zal ik maar zeggen, die uit de underground bijna wordt gehaald en wordt ingezet in de geneesmiddelenwereld. Een tweede stof waar ik het even over wilde hebben is MDMA. Hoe schadelijk is MDMA? En dat is natuurlijk wel interessant, want het verhaal begint zo'n beetje in de jaren 90. En toen was er een onderzoeksgroep in de Verenigde Staten die in twee doseringen, toediende aan eekhoorntjes. En de helft van die eekhoorntjes werd 2 dagen later, werd daar het dakje van afgehaald en werd gekeken naar de serotonerge neuronen. En toen bleek al heel snel dat de uitgroeien van die neuronen, de dendrieten, dat die sterk in aantal waren afgenomen. En het was ook het allereerste bewijs van neurotoxiciteit veroorzaakt door 1 tabletje MDMA. Die andere helft, de tweede helft, de eekhoorntjes, die mochten nog 7 jaar lang verder leven. En toen werd het dakje ervan afgehaald om te kijken of misschien die neuronen zouden hergroeien tot een normale toestand. Nou, wat bleek, dat was niet het geval. Er was wel hergroei zichtbaar, maar het werd nooit meer zoals het ooit was op de dag voordat MDMA werd toegediend. Dus jullie kunnen voorstellen dat dat heel erg veel aandacht kreeg van de media en ook van onderzoekers. Want de centrale vraag is natuurlijk, is dit ook het geval bij mensen? En dat is altijd lastig, want dieronderzoek kun je niet zo 1, 2, 3 vertalen naar mensen. We kunnen de doseringen niet vertalen naar mensen. En een eekhoorn is natuurlijk geen rat, een eekhoorn is geen muis en zeker geen mens. En die neurotoxiciteit bijvoorbeeld, die is ook aangetoond bij ratten, maar niet bij muizen. Dus het is allemaal niet zo makkelijk te vergelijken. In ieder geval, de voorspelling toen, in de jaren 90, dat was in de tijd dat ik hier rondliep in de IT, toen was de voorspelling dat mensen 20, 30 jaar later, dus nu, echt last zouden hebben van die neurotoxiciteit. Want MDMA werd toen al op grote schaal gebruikt. En dat zou betekenen dat er veel mensen zouden moeten zijn die geheugenklachten hadden, achteruitging en andere cognitieve vermogens in psychomotoriek, en dat zij zich zouden melden bij de klinieken, bij de hospitaals. En dat is allemaal eigenlijk niet gebeurd. En eigenlijk, als we kijken naar de literatuur, het onderzoek wat is uitgevoerd bij mensen, dan is er ook geen
duidelijke evidentie van langdurige en zeer serieuze schade die wordt toegebracht door MDMA. Tenzij, er is altijd een tenzij, mensen het echt op grote schaal echt misbruiken. Je kunt uit iedere stof kun je kwaad doen, als je het maar iedere dag een hoge dosering en heel erg lang gebruikt. Maar dat is natuurlijk een ander verhaal als we straks gaan praten over medicinale toepassingen van MDMA. Eerst even kort iets over de werking. Waarom nemen mensen überhaupt MDMA in het recreatieve circuit? Het is een stof die met name inwerkt op dopamine en serotonine. En dat zorgt eigenlijk voor een toename van dopamine en serotonine in het brein. Nou, dopamine, dat geeft eigenlijk die rush, dat energetische gevoel. En serotonine is een stof die heel erg gerelateerd is aan stemming. Dus hoe hoger de serotoninespiegels zijn, hoe beter je voelt. Het geeft een positief gevoel. En ook, het bevordert ook de empathie. Dus je vindt het fijner eigenlijk om met mensen te praten, te communiceren en te interacteren. En dat zijn eigenlijk een beetje zo van de kernwaardes die mensen noemen als ze vragen waarom vind je het zo fijn om dat te gebruiken. Nou, MDMA werkt dus op die serotonerge receptoren. Het zorgt ervoor dat serotonine vrijkomt in wat we noemen de synaptische spleet tussen twee neuronen in. Maar het blokkeert ook de heropname van serotonine. Dus het blijft ook nog een keer langer beschikbaar in het brein. En dat surplus aan serotonine, wat je voelt als je een MDMA-tablet neemt, dat zorgt eigenlijk voor dat effect van euforie en dat effect van empathie. Dat is overigens maar tijdelijk, want een paar dagen later verandert het beeld, ook het klinische beeld, omdat je in een hele korte tijd die serotonine ook gebruikt. En dan is het even weg. En dat betekent dat je dan in een serotonerg dipje komt. Dat is even wat minder beschikbaar. En dat voel je ook. En mensen rapporteren dan ook dat ze wat minder goed voelen, wat depressiever. Geen volledige depressie, maar wat somberder dan gewoonlijk. Dus het heeft een positieve kant tijdens het gebruik zelf, maar ook een soort van nawerking een paar dagen later. Maar de reden dat mensen geïnteresseerd zijn om MDMA te gebruiken als een middel, als een soort van geneesmiddel, is toch werkelijk dat het die empathie kan oproepen bij mensen. En er zijn met name psychiaters geïnteresseerd in de toepassingen bij patiënten die lijden aan posttraumatische stressstoornissen. En dat zijn toch mensen die terug moeten gaan naar hun traumatische verleden, om moeten kunnen gaan met die herinneringen, ook om moeten kunnen gaan met pijn die gevoelens kan oproepen. En ze moeten natuurlijk ook goed kunnen omgaan met de therapeut zelf. Dus als je, en dat is eigenlijk wel gebleken, als je die mensen een pilletje MDMA geeft, dan zijn ze opener voor hun eigen geschiedenis, praten ze makkelijker over hun eigen emoties en delen ze die ook makkelijker met de persoon in de kamer waar ze een relatie mee moeten opbouwen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen om MDMA te gebruiken. Dus MDMA is op zichzelf niet een geneesmiddel, maar het is een middel wat je gebruikt om een cognitieve therapie die je aanbiedt aan een patiënt, om die als het ware te ondersteunen. Zo wordt het gezien en zo wordt het gebruikt. En het is ook niet de bedoeling dat zo'n patiënt dan iedere dag MDMA gaat nemen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat gebruik je in principe gewoon eenmalig, tweemalig, als onderdeel van een langdurige cognitieve therapie. Is de vraag, komt dat ook echt op de markt ooit? Er zijn in ieder geval studies nodig om aan te tonen dat het ook echt effectief is. We hebben nu kleinschalige open label studies, noemen ze dat, waarin patiënten echt zeggen, ja, ik heb eraan meegedaan, ik voel me echt een stuk beter, ik kan beter omgaan met mijn gevoelens, ik kan beter praten over mijn ervaringen. En de kwaliteit van leven is gewoon toegenomen. Ik slaap beter. En maanden nadat eigenlijk die therapie is afgelopen. Alleen we moeten dat nog bewijzen in systematisch wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent dat je een groep mensen moet hebben die therapie doorlopen met MDMA. En een groep die diezelfde therapie doorloopt zonder MDMA. En dan moet je ook kunnen aantonen dat aanwijzbare verbeteringen oplevert. Het is dus heel belangrijk dat we onderzoek uitvoeren naar die potentiële therapeutische effecten van deze illegale stoffen. En het is alleen niet zo heel erg makkelijk, ook niet voor mij als onderzoeker, om ermee
te werken, want ze zijn allemaal verboden middelen. Ze staan allemaal ergens op een opiatenlijst. Dus ik kan niet zomaar even naar de koffieshop lopen hier in Amsterdam en wat cannabis kopen en dat aan mijn proefpersonen toedienen in het lab. Dat gaat gewoon niet. Dus ik moet eerst naar het ministerie, ik moet een verlof regelen, zodat ik kan werken met opiaten en ze onder toezicht kan verstrekken aan mijn proefpersonen. En dat lukt allemaal wel, maar het is wel tijdrovend om door het hele administratieve proces te moeten gaan. En een tweede probleem waar wij als onderzoeker vaak tegenaan lopen, is dat als je een product onderzoekt omdat het de potentie heeft van een geneesmiddel, dan moet je eigenlijk het product ook ontwikkelen als zijnde een geneesmiddel. En dat betekent dat er allerlei kwaliteitseisen worden gesteld aan de ontwikkeling van MDMA of de ontwikkeling van ketamine of de ontwikkeling van cannabis die je aanbiedt aan je proefpersonen. En op zichzelf is dat natuurlijk heel erg begrijpelijk. Je wil ook dat de kwaliteit gegarandeerd is en dat die supergoed is en dat niemand daar schadelijke effecten van zou ervaren. Maar tegelijkertijd heeft dat een hele nieuwe bedrijfstak in het leven geroepen die erg veel geld kost voor een simpele onderzoeker. En dat is bijna niet te betalen, tenzij je echt een hele grote sponsor in je rug hebt staan die meebetaalt. En dat zijn dan eigenlijk de farmaceutische industrieën. Nou, dat is natuurlijk voor op zich goed, maar je zou eigenlijk willen dat de drempels veel lager liggen, zodat je als onderzoeker daar ook veel meer onderzoek naar kunt doen. Want immers, het is belangrijk om zowel geneesmiddelen en drugs te bestuderen. Want zeg nou zelf, of je nou een geneesmiddel neemt of een drug, voor je lichaam maakt het geen bal uit. Het is gewoon een stofje wat een effect heeft op je gesteldheid. En daarin ben je in feite geïnteresseerd. Dus om terug te komen op de vraag of wij MDMA kunnen krijgen bij de psychiater over niet al te lange tijd, dan denk ik dat het antwoord daarop ja is. Ik heb eigenlijk al uitgelegd dat het in de pijplijn zit. Waar het nog aan ontbreekt op dit moment is om een dossier echt volledig op te bouwen. Maar als dat er eenmaal is en de resultaten uit de klinische studies zijn overtuigend, dan ben ik ervan overtuigd dat MDMA op de markt gaat komen. Ketamine, aan het einde van dit jaar zal het er zijn. En cannabis, dat is er eigenlijk al. Ik dank jullie wel.